Ja, een, een succesvol jaar denk ik. We zijn begonnen met uh, grote plannen, maar we hebben verschillende van de plannen uitgevoerd. Uh, we zijn op zoek gegaan naar bedrijven om professionele tuinbouwbedrijven op LVV-terrein te vestigen. Ik moet zeggen, we hebben dus nu vier kavels uitgegeven voor professionele tuinbouw. Uh, we hebben ook aandacht voor de Bonneriaan, dus we hebben 40 kavels gemaakt voor volkstuintjes. Die zijn ook allemaal uitgegeven en de mensen zijn ermee bezig. We zijn begonnen met uh, professionele geitenhouderij. We hebben nu drie boeren die hun geiten uit de natuur hebben gehaald in een gesloten terrein. Die uh, nu op basis van hulp van LBV werken om professionele boer te worden, geitenhouder te worden. Uh, we kijken natuurlijk allemaal uh, uh, terug naar de visserijsector. Daar hebben we ook hard voor gewerkt uh, vanaf begin dit jaar. We hebben nu die boeien in het water leren, de vats, um, die zeer succesvol zijn. Er zijn. Veel vissers die veel vissen uit de zee halen bij die boeien. We gaan nu beginnen met een visserijbeleidsplan voor de komende jaren. Om in ieder geval te zorgen dat de visserij echt duurzaam blijft. Uh, wordt en blijft. Uh, voor Bonaire, dat is heel belangrijk, dat we ook in de toekomst nog kunnen blijven vissen. Um, en we zijn natuurlijk bezig hier op het terrein met groenten en fruit en aandacht voor de lokale mensen. Ook thuis bij de mensen te gaan stimuleren, mensen thuis uh, gaan groenten gaan verbouwen. Dus um, er is heel veel gebeurd. We hebben een mooie open dag gehad om iedereen dat te laten zien. En we hopen in februari weer de volgende open dag te kunnen hebben. Zodat nog meer mensen geïnformeerd worden over wat LVV allemaal aan het doen is. Het is toch een heel hele, hele goede jaar voor de LVV, laten we zo zeggen. Maar hebben jullie cijfers van, van wat uh, uh, allemaal gedaan is, abonneren met wat betreft groenten en zo? Nee, dus wat we zien is de mensen die lokaal produceren nu die verkopen of, of leveren, voornamelijk aan kennissen en vrienden. Uh, de grote bedrijven leveren veelal aan restaurants en hotels. En nog niet in de supermarkten, dat zie je het nog niet. Maar ik verwacht de, dit komend jaar dat we daar veranderingen gaan zien. Want de productie zal sterk toenemen. En dan dat effect natuurlijk ook. Okay. Um, ik zie toch uh, achter, achter jou een hele mooie kunstwerk. Wat kunt u ons hiervan vertellen? Ja, zoals ik zei, um, LVV is een nieuwe weg opgeslagen. We willen LVV moderniseren. Daarbij hoort natuurlijk ook een uh, mooie binnenkomer als je bij LVV binnenkomt. Um, dus ik heb ervoor gekozen om een uh, lo dame, lokale dame, een dame, Gisela Monde, te vragen van maak een moderne... Um, expressie over LVV. Nou, dat heeft ze gedaan hier op deze, dit gebouw. En ik denk dat het uh, zeer mooi en succesvol is geworden. Uh, dit is de uitstraling van de nieuwe LVV. Modern, kleurrijk, met een toekomst voor ons allemaal. Okay, ik geef je toch de kans voor een mooie boodschap van LVV naar de uh, Publiek van Bonaire. Ja, ik denk bedankt iedereen die um, LVV heeft ondersteund dit jaar. Um, en denk eraan: um, voedsel is heel belangrijk, wordt steeds duurder. We moeten minder afhankelijk zijn van import voor ons voedsel ten opzichte van lokale productie. Iedereen kan zijn eigen groentetuintje beginnen. Ja, wij als LVV zijn er om je daarmee te helpen. Laten we beginnen met planten, laten we beginnen met het houden van een paar dieren. Um, om te voorzien in je eigen voedsel. Want wat je zelf produceert is altijd vele malen goedkoper en gezonder dan wat je importeert.